klaar. Ja, luister, ik mag even uitpraten. Nee. Het is natuurlijk een heel belangrijk en interessant schrijver. Als je nou vergelijkt met Van der Reven, zie je dat hij een veel breder scope heeft. Een veel bredere horizon, want behalve romans, waarvan vooral de vroegere heel goed waren. En verhalen heeft hij ook een boek geschreven dat heet De God Denkbaar, Denkbaar de God. Nou, dat is een surrealistisch vreemd boek. Is later nog een vervolg ook opgekomen. Nou, en dat maakt zijn schrijverschap heel breed. Plus dan nog al die polemieken en al die dingen waarvan ik toch over het algemeen gedacht heb, man, gebruik nou liever je tijd om een mooie roman te schrijven. Ik weet dat hij met veel mensen ruzie heeft gehad, dat hij ook bekend erom stond geen makkelijk karakter te hebben. Ik geloof ook niet dat je kan zeggen dat het een makkelijke man was, tegendeel, misschien in een aantal opzichten. Maar ik moet zeggen dat ik nooit iets anders dan hartelijkheid van hem ontvangen heb mogen ontmoeten. Maar het was toch een zure man? Ja, hij was zodra het om zaken van algemene aard ging, of om principes, was het iemand die onverzettelijk was en volslagen compromisloos. Ik heb nog nooit het idee, dat is een legende die ik ogenblikkelijk zal tegenspreken en de kop indrukken. Ik pest mensen helemaal niet, maar mensen die denken dat ze zeer waardevolle, goede, mooie dingen schrijven en dat we de waarheid verkondigen, terwijl ze de afschuwelijkste leugens opschrijven in een gebrekkige stijl, dergelijke mensen worden door mij, zo nu en dan, op hun tekortkomingen gewezen. Kijk, iedereen wil graag de beste schrijver zijn. Ik ook. Iedereen. Hij wil de enige zijn. En dat kan niet. Is er helemaal niks meer dat u bindt aan Nederland? Nou, niks, nee. Geloof het niet, nee. Behalve, ja, natuurlijk dat mijn dankbare lezers allemaal in Nederland wonen. Maar niet. Als u nou vanavond een boek van hem zou grijpen om hem toch nog weer even weer met hem in contact te komen, welk boek is dat dan? Nou, dan zou ik denk ik zijn eerste verhalenbundel nemen, Moedwille Misverstand. Dat een waar meesterwerkje is, daar is hij mee begonnen. Laat het eens zien. Dat is dit boek. En daar staan beide type verhalen staan daarin vertegenwoordigd. Welke type? Nou, de type die dus het verhaal wat heel realistisch is en wat eigenlijk een soort zedenschetsen zijn, maar dan ook met de nodige spanning waar je waarlijk door wordt meegesleept alsof het een detective is. En aan de andere kant hele poëtische verhalen waar die op een hele indirecte manier de werkelijkheid oproept en die een surrealistische inslag hebben. Het boek ziet eruit alsof u het nooit gelezen heeft. Ja, ik heb dit van hem cadeau gekregen. Dit is een latere druk, maar er bestaan een heleboel edities van zijn werk, zoals u weet. Staat er een opdracht in voor u? Er staat een opdracht in, ja. Mogen we die zien? Ja, die mag ik zien. Wat staat er? Er staat voor Barbara en Wilbert. Na een weekende gelukkig, vrolijk en zonder moedwillen en misverstand. Brussel, 13 februari. 1994. Heeft u wel eens iets van Hermans gelezen waarvan u dacht, ik wou dat ik dat geschreven had? Nee, maar dat heb ik ook. Heb ik van geen enkele schrijver. Ook niet van Tolstoj. Ik zou ook niet Anna Karenina willen inruilen voor een roman van mij. Dat is wat ik geschreven heb en dus ben. Zo denk ik absoluut niet. Ik had dat geschreven willen hebben. Ik had geen ander ding geschreven kunnen hebben. Dat is gewoon, ook een modewoord, een legitieme. Het is een gerechtvaardige handelwijze van iedere schrijver. Ja, om te doen of het allemaal heel gewoon is. Maar ondertussen, misschien is het niet gewoon, maar dat moet je er niet bij gaan vertellen. Dat doen alleen tweede rangschrijvers. Die gaan bijvoorbeeld in Toscane wonen en zijn dan schrijver. En dan gaan ze een roman schrijven. Er was eens een schrijver die woonde in Toscane. En daarna worden ze geïnterviewd door iemand en die zegt, je hebt een prachtig roman geschreven over een schrijver die in Toscane woonde. Hè? Nou, ja. Dat is niet de bedoeling.
Het was een aandoenlijke man die ik erg graag mocht. Het was niet de azijnpisser die wij denken? Voor zover ik hem heb leren kennen, absoluut niet. Wat dan wel? Zoals ik zei, een hele gevoelige, hartelijke man. Die met een kleinigheid blij was. Als je hem een kleine dienst bewees of iets dergelijks. En die heel voorkomend was. En ook probeerde om het naar je zin te maken als je bij hem in de buurt was. Ik hoor al 20, 30 jaar, Hermans is veel milder geworden. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui om mijn kwaadaardige boeken te lezen. Tenminste, sommige mensen, want er worden vrij goed gelezen, moet ik zeggen, hoor. Maar er zijn veel mensen die ze lezen. Maar ik bedoel dit. Maar u wilt dus helemaal niet mild worden? Dit is een levensgroot beeld. Ja, zo, hier. Nou, dat is in Turijn. Hè? Dit is levensgroot. W.F. Hermansweg. De grote drie zijn nu de grote twee. Hoe voelt dat? Ja, ik voel daar geen triomf. Nee. Ik heb eens een keer met Hein Donner gesproken, de schaker. Hè? En dat is dus alleen maar competitie, schaken. En ik heb hem gevraagd, wat is nou de mooiste manier om te winnen? En ik dacht, nou gaat hij een geweldig interessante stelling opbouwen. En toen zei hij dat als je tegenstander overlijdt aan een hartverlamming. Dat is de echte spelmentaliteit en die heb ik niet. Nee, dit gun ik hem niet. En waarom zou die niet 100 hebben kunnen worden, net als Ernst Jünger? Het verhaal 2021, uw 100ste geboortedag. Nou ja, goed, maar dat... Ja, maar ja, ach, niemand zal het missen natuurlijk. Niemand zal mij missen in het jaar 2021. Mijn boeken die liggen hopelijk nog in de boekwinkel, maar Hermans zelf... Van vlees en been, dat zal niemand meer missen. Dat ik die kop van mezelf niet zie. In de studio Gerard Reven, wat zegt u nou? Ik doe mijn ogen maar dicht, dan zie ik mezelf niet. Nee, ik wil niet naar die eigen kop kijken. Nee, hoeft niet. Kijkt u naar mij weg. Hoe hebt u gehoord van de dood van Willem Frederik? Ja, er werd opgebeld, er werd voortdurend opgebeld wat ik ervan dacht en dat ik het wist en zo. En ik wist het niet natuurlijk. En ik wilde weten hoe het in zijn werk gegaan was en waar hij nou eigenlijk aan gestorven was en zo. Dat ben ik nog steeds niet te weten gekomen. Nee, wij ook niet. En wat ik ervan dacht, ja, ik heb er niks van te denken. Ik bedoel, daar heb ik geen zeggenschap over. Hè? Maar dan wilden ze natuurlijk weten, dat is natuurlijk wel juist. Wat denk ik van hem, van zijn werk, van zijn leven. Vroeger ben ik vriend met hem geweest, later steeds minder en tenslotte helemaal niet meer. Nog even die vriendschap, dat was jaren 50. Nou, het was eigenlijk een, je manifesteerde je, of ik heette dat, hè. Maar het was leuk om de stad in te gaan en op het dak te zitten van dat merkwaardige huis waar ik woonde. En dat zijn we nog wat het Loplein gegaan en er zijn toen allemaal... leuke foto's gemaakt, maar hij vond het niet leuk. Want hier zijn die foto's, die zijn in het album. Hij vond niks grappig. Hij vond het ook dat hij slecht gefotografeerd wordt. En die, hoe heette die fotograaf? Cas Oorthuis. Ja, precies. Dat was volgens zijn brief een wilde weg knipser. Wat was u hier aan doen? U zong bij zijn muziek of zo? Ik zong bij, maar hij, ja, kijk, je kunt... Hij deed niet aan die dingen mee, hè. Ik later ook niet. Later vond ik die dingen ook niet grappig meer, hoor. Later vond ik eigenlijk niks grappig meer, maar... Ja, zo zit het. Maar nog even over die goede periode. Ja, lachen, hè? Ja, mag ik toch lachen of niet? Graag. Ik weet het niet. Waarom niet? Nee, natuurlijk mag je lachen. Ja. Nog maar... over die goede tijd. Toen de avonden uitkwam, was daar kritiek op. Godfried Bomans zei... Ja, het was... U hebt psychiatrische hulp nodig, omdat u zo hard was tegenover uw ouders. Zedeloos werd gezegd. Maar Hermans nam u in bescherming. Oh, nee. Hermans was heel sympathiek. En Hermans... die werd erg belaagd door iedereen, omdat die jongen die had talent. En dat was bij hem meteen duidelijk. Ja. En je kunt alles in Nederland doen, maar ze zullen het je inpeperen als je talent hebt. Ja, dat maar hij nam het voor u op. Ja, we namen het voor elkaar op, natuurlijk. En we dachten dat we het eens waren. We waren het over de grote zaken wel eens. Maar hij... Kijk, over mijn boek, de beroemde roman De Avonden... waren de Nederlanders in twee partijen die voor en tegen het boek waren. Het was nooit vertoond. En als je dan bedenkt dat het boek in totaal maar 5000 exemplaren die eerste twee drukken...
Dat het allemaal niks voorstelde. Dat waren hele rare dingen. Maar hij steunde u toen? Hij steunde mij en ik steunde hem ook. En hij werd heel fel aangevallen, want het was schandelijk wat hij schreef. Omdat het niet begrepen werd. Hij kwam met een eerste roman, die had hij al in de oorlog. Was hij al begonnen die te schrijven, die heette Conserve. En het was een heel fantastische roman, surrealistische roman, over die mormonen in Amerika. En dat werd beoordeeld door de adviseur van Meulenhof. Dat was mijn vroegere leraar Nederlands, Binnendijk. Helemaal geen achterlijk man, een erudiet man. Maar die vond het absoluut niks, die zag er niks in. Toen kwam hij met... Maar u wel? Het was heel boeiend en mooi om te lezen. Het was een mooi boek. Dat las je voor je plezier en niet voor je verdriet. U was vriend, u nam het voor elkaar op. Ja. En toen ging het uit. Waarom? Vriendschap voorbij. Ik weet het niet hoe dat nou precies kwam. Maar hij werd in de loop van de tijden... Kijk, hij is erg tegengehouden in zijn carrière. Dus de Tranen der Acacia, een groot klassiek boek, nu erkend, dat was een onzedelijk boek. Er wordt in gezegd dat iemand in een bed ging met iemand anders. En dat was heel erg in die tijd, onbegrijpelijk nu, maar het was zo. Dus Meulenhof, de chique Meulenhof, houdt niet uitgeven. De buitengewoon progressieve, mensheidbevrijdende uitgeverij, De Bezige Bij, verdomde het ook om het uit te geven. Ik ben er geweest, ik heb ruzie gemaakt, dat staat in een brief aan Hermans. Ik heb ruzie gemaakt, maar ze wouden niet aan. Ik heb gezegd dat ik gepraat had en dat ik heb ruzie gemaakt. Daarover heeft hij geschrapt toen hij de brief zat te citeren, want hij vervalste ook brieven. Hij heeft alles gedaan, we moeten voor hem bidden, hij is dood. Maar ik bedoel, hij heeft wel de dingen gedaan die hij gedaan heeft. Maar waarom ging die vriendschap nou over? Ja, omdat hij moeilijk werd. Hij was paranoïde. En dat was hij allemaal, dat is hij geworden. Kijk, ik ben ook gestoord, maar ik maak er misschien wat meer muziek bij. Maar alles was erg en iedereen was een vijand en iedereen stond hem naar het leven. Hij verzon dingen met mensen die tegen hem waren, die verschenen in die geweldige polemieken tegen die mensen. En die mensen die waren helemaal verbijsterd, want die waren helemaal niet voor hem geweest, laat staan tegen. Maar er heeft zich niet iets voorgedaan tussen u beiden? Je kan bevriend zijn met een paranoïde of met een... Nou, hij had eigenlijk bezwaar. Ik werd aangetrokken tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dat was dus ook inderdaad, het is dus een pathologisch proces, maar dat is toch, heeft bijgedragen tot mijn geestelijk welzijn. Ik ontdekte die kerk en ik was er heel erg tegen en daarom voelde ik me aangetrokken. En ik dacht, ja, dat is allemaal zo, want het was allemaal oud nieuws voor me. Het is net of ik die hele leer zelf opgesteld, dat ik zeg, nou, daar hoor ik gewoon bij. Mensen kunnen het wel niet goed vinden. Maar dat vond hij raar van u. Ik had vergeten toestemming te vragen aan Hermans. Ik had gevraagd toestemming te vragen aan Rudy Kausbroek. Ik zei laatst nog tegen Rudy Kausbroek op telefoon, God is mens geworden, heeft geleden, is gestorven, is begraven, is opgestaan van de doden en heeft ons verlost van zonde en dood. Zegt hij, ja, ben je erbij geweest? Ik zeg, nee, gelukkig niet. Maar God kan toch wel mens worden zonder voorafgaande toestemming van Rudy Kausbroek. Ja. En zo moest ik dus eigenlijk van Hermans voorafgaande toestemming vragen. Ja. Goed, verschillen tussen u ook overeenkomsten? Als je bijvoorbeeld kijkt naar De Avonden en Tranen der Acacia's. Nou, het gaat vooral over het moeilijke van het communiceren. Contact gestoord bijna tussen jongeren. Dat, nou, dat hij verwantschap heeft, noemen? Nou, er is een groot verschil. Hij was vooral een surrealist in het begin. En dat heel briljant. Want geen Franse socialist. Het is ongeveer hetzelfde. Een surrealist die heeft dingen geschreven zo mooi als hij. Die eerste verhalen, Lolé en die wonderlijke logica. Dr. Klondijk en die eerste verhalen. Dat is surrealistisch proza. Wat eigenlijk nooit geschreven is, want het kan niet bestaan. Surrealistische kunst kan eigenlijk niet bestaan. En surrealistische dichtkunst ook eigenlijk niet. Hij heeft het gepresenteerd. Het was een... Echt, maar nog die verwantschap tussen u en hem. U ging beide weg uit Nederland, u ging in Frankrijk naar België, ja, de grote stad, ja. Uw dorp was in Maar Frankrijk. Dat geldt voor alles. Als je in Nederland blijft zitten, dan is de kans dat je iets bereikt heel klein. Ik voelde dat in Amsterdam ook. Je had die vijftigers die ruim baan vroegen voor hun werk, maar het werk was het nog niet eens. Ja. Dat vond ik bizar, het waren leuke jongens, je kon lachen en zo. Dat was allemaal prachtig, maar het is een... Hij heeft... Eigenlijk is hij, dat hij gedwongen werd naar
uit Amsterdam te gaan naar Groningen. Hij kwam een beetje van de regen in de drop, want het was bijzaak. Mm. Maar dat is de eerste goede stap. De eerste goede stap die ik gedaan heb in mijn hele leven, dat was onder andere weggaan uit Amsterdam. En proberen daar nooit meer terug te komen, want je bereikt niks als je in Amsterdam blijft zitten. Maar voelt u zich verwant? U schuwde allebei de controverse niet, of u allebei zijn kamervragen gesteld. Voelt u zich verwant met Willem-Frederik Hermans? Nou, hij zette zich af tegen elke bovenintelligente, ik bedoel dus mythische, metafysische visie. Daar was hij tegen. Ja. Dus hij was tegen het socialisme, dat inderdaad een godsdienst is die meer vermoord heeft dan alle godsdiensten bij elkaar. Het is een religie, dat schrijft Renan trouwens ook. Maar hij was ook tegen de geïnstitutioneerde religie, hij was dus ook tegen het christendom, hij was praktisch overal tegen. Dus was hij ook tegen u? Dat hoorde er natuurlijk bij. En ik weet het niet of hij nou... Kijk, hij had allerlei heftige gevoelens. Maar hij cultiveerde die gevoelens niet en begreep niet dat hij ze bezat. Ik zeg, ik doe dit en ik voel dit. En ik weet niet of dat goed is dat ik dat voel, maar even goed voel ik het. Ik heb het niet recht te zeggen, die moet zo gauw mogelijk dood. Maar ik zeg het. Dat is een feit, dat moet men ervaren. Hij wilde feiten niet aanvaarden. Hij wilde dus een religieus wereldbeeld, een mythisch wereldbeeld, wat ook zijn wereldbeeld was. Maar een ander wereld wilde hij niet aanvaarden. Nee. Het was dus heel slecht als je Rooms-Katholiek werd. Dat had hij waarschijnlijk ook thuis en op school gehoord. Nee. Willem-Frederik Hermans. Dat heeft hij me kwalijk genomen, daar heb ik geen toestemming voor. Gerard Reven, u bent de grote literatoren van na de oorlog, de grote drie. Erg veel contact had u niet, Moelis. Of u wilde of niet, u werd met hem en Gerard Reven altijd de grote drie genoemd. Uw contact met Reven is nog niet echt innig. Hoe nee. lag dat met Hermans? Ook niet innig. Ja, volgens mij lag dat niet aan mij. Maar dit zijn twee van zulke eigenaardige particulieren. Met wie en met geen van beiden kon ik ooit een ontspannen gesprek voeren zoals wij nu doen. Dat kon niet. Er moet steeds iets agressiefs of iets raars. Of er werd gelachen. Ze lachten alle twee veel, zonder blij te zijn. Had ik de grootste moeilijkheden mee. Een beetje contactgestoorde toestand. Maar misschien hebben ze andere echte vrienden met wie ze dat wel konden. Dat weet ik niet. En wat dat betreft had ik graag twee andere collega's gehad dan die twee gekken. Twee gekken, agressief, raar, contact gestoord. Voelt u zich aangesproken? Nou, ik vind het niet zo interessant wat Moelis zegt. Wat was het ook weer, het korte gedicht van me? Het heet Koninklijke Goedkeuring. kwam bij een hooggeplaatst persoon, trad nader tot haar troon. Zij sprak, het werk van Mulles is niks als Vulles. Het werk van Reven, dat is leven. Applaus. Maar de kwestie is, dit is dat geneuzel en dat gezeur, weet je wel. En ik vind het werk van Moelis niets te maken heeft met mijn werk en niets te maken met dat van Hermans. Dat van Hermans van mij is van een bepaalde categorie. Dat is vergelijkbaar. Het is anders. Ik ben een romantisch decadent en hij is gedeeltelijk een surrealist en een manifestant en dit allemaal. Maar dat stelt helemaal niet voor. Ik bedoel, dat is. Ik heb geprobeerd boeken van Moelis te lezen, maar ik kom er niet door. Het ligt misschien aan mij. Een groot schrijver, als ik hem maar niet hoef te lezen. Heel simpel. En van Hermans? Wat vindt u van Hermans mooi? Hermans is een heleboel leesbaar en een groot deel van het werk van Hermans. Ik denk dat van Hermans. Kijk, als er een Nederlandse cultuur blijft, als er een Nederlandse literatuur en Nederlandse taalkultuur blijft, wat helemaal de vraag is, want het Nederlands van 20 jaar geleden, 25 jaar geleden is al onbegrijpelijk voor deze generatie. In Engeland is alles gebaseerd op de literatuur, op het werk van Shakespeare, op de Bijbel. Dat is de taal. Als je in de Times ziet een stuk van 100 jaar geleden, is dat precies dezelfde taal. Maar hier vervliegt de taal, dus we worden gewoon een dialect of zo. Maar als het blijft maar wat bestaan. Wat vindt u van maar dan Hermans, blijven. Dan zal, als het werk voor mij behouden blijft op een bepaalde manier, een aantal titels en een aantal boeken, dan zou ook een aantal boeken van Hermans behouden blijven. Dus
De ondergang van Hermans, zijn werk in de literatuurgeschiedenis, zal altijd coincideren met dat voor mij. Want ondanks de verschillen is er een geweldig verband van de inzet, van de vechtpartij, van de polemiek. Ja. Moelisch, Hermans, Reven, wie gaat als grootste de literaire geschiedenis in? Nou, dat weet ik niet natuurlijk, want ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik denk dat die feestneus, dat hij toch niet, niet mee zal doen. Moelisch niet dus? Dat lijkt me onwaarschijnlijk, nee. Leven en laten leven, hij schrijft boeken en hij verdient zijn brood ermee. Dat heeft hij toch het recht toe. En Reven of Hermans? Ik bedoel, alles vergaat. Misschien blijft iets heel minderwaardigs over of iets heel primitiefs. Of misschien komt er belangstelling voor, laten we zeggen, voor de wereld van Couperus. Wie zal het voorspellen? Maar ik voorspel dit, dat meen ik wel te kunnen doen met enige zekerheid, dat wij beiden samen zullen overblijven of helemaal niet overblijven. Het ene heeft toch te maken met het andere. Het ene is een weerspiegeling. Of het negatieve tegen het positieve. Het heeft met elkaar te maken. Misschien met enige overdrijving zou je kunnen zeggen dat het elkaar aanvult. Maar het is een groot schrijver, het is een groot verlies. De overledene was een goed mens, dat is niet waar. Hij heeft me overal vervolgd en belastend waar hij maar kon. En ik heb er alles aan gedaan en altijd vriendelijk gebleven. En dan weer eens iemand een boek meegegeven. Die zei, ik ga naar hem toe, dat vindt hij leuk. Nooit antwoord gekregen, ook niet het boek teruggestuurd, weet je. Want het boek waarschijnlijk verkopen, weet je. Dan anders stuur je het terug als je het niet hebben wilt. Maar echt helemaal het handelen van... hij was een grote geest en een groot kunstenaar. Maar je moet nooit een kunstenaar je huis binnenlaten. Hij legt het achter je rug aan met je vrouw. Hij verkracht je 14-jarig zoontje. En die krijgen dan allebei, op een geheimzinnige wijze, die postmoderne ziekte. Maar die kunstenaar die weet van niks. Dus je moet, maar dat is het punt niet. Groot kunstenaar en hij zal absoluut op een of andere manier overleven. Als er de Nederlandse cultuur blijft. Goed, geef het vooruit. Goeie reis terug naar België en zeer bedankt voor het gesprek. Het is niet in zo'n mijn geval. Maar het pakt je wel aan. Ik vind het niet leuk allemaal hoor. Het is afschuwelijk. Ja. Heel bedankt.